Hier heb je een power drill. Wat je ermee kan is minecarts sneller mee laten gaan. Een soort van booster. Dat maak je zo. Ook dit werkt nog niet. Even laten zien. Dit werkt nog niet als je het niet powert. Ik heb hier een minecart erop staan. Als ik het duw, dan gaat het heel slecht vooruit. En niet te zien dat het wordt gepowered ofzo. Wat je dan moet doen is het poweren. Poweren. Zo doe je dat. Als je hem dan duwt, gaat hij in één keer uit naar voren. Dan heb ik weer iets gemold. Dus ja, daar gaat hij dus sneller van. Ik weet niet precies hoe snel en tot hoever blokjes hij het snelste gaat. Dat moet je allemaal even uitvogelen. Dit is een detector rail. Dit maak je door dit te doen. Er zit ook redstone in. Dit is niet om te poweren, maar dit is... ik zet hier even een blok. Zet ik daar iets neer. Oh, dat is wel wat leuks. Hier zit een minecart. Die zit te wachten. Pas. En dan is hier een detector rail. Dit moet je zien als een pressure plate. Kom ik zo meteen nog op terug. Als je daar een andere minecart op doet, maakt niet uit wat er op staat of je er zelf op staat. Geluid. Wat je erop doet is een minecart. En dan gaat het redstone dust aan en wordt deze gepowered. Nu heb ik een beetje verpest. Maar deze wordt gepowered en schiet af. Zo kan je allerlei leuke maniertjes maken. Dan iets wat jammer is aan redstone. Nou ja, dat kan ook niet anders. Redstone kan niet omhoog gelegd worden. Redstone kan niet op half slabs gelegd worden. Kan niet op glas gelegd worden. En nog best wel veel meer dingen. Maar dit zijn een paar dingen waar het sowieso niet op kan. Ga ik even naar beneden, waar we net ook waren. Oh, splashed hem een beetje. Hier. Hier heb je een button. Die maak je door dit te doen. Twee stone boven elkaar. Erg simpel. Een button heeft wat ik net vertelde over de repeaters die delay kunnen hebben. Een button heeft een stroomsignaal van, als ik het goed heb, 12 ticks. Gekke. Repeaters. 12 ticks, ja. Dus wacht. Een button geeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zoveel. Maar wat het dan wel eigenlijk is, is dat het stroom gewoon blijft poweren. Dus zonder dat het aan is bij de eerste tel en dan uitgaat bij de 12e tik. Hier heb je een lever, maakt niet uit hoe je het wil zeggen, vind ik. Dit is gewoon de switch, andere muisknoppen erop. Als je game mode 1 zit, kan je switchen. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Heel simpel. Wanneer je het wil. Stick en coalstone. Hier heb je een pressure plate. Als je erop gaat staan, gaat die aan. Als er een dier op gaat staan, gaat die aan. Als je iets oplegt, gaat die aan. Dan maak je zo. Hier heb je een wooden pressure plate. Als je er aan op gaat staan, gaat die aan. Als je redstone blokt, gaat die niet aan. En als er een dier op gaat, dan gaat hij ook niet aan. Die maak je zo. Hetzelfde. Hier heb je weer een redstone torch. Oh ja, die heb ik neergezet. Dit zijn dus allemaal dingen om het te poweren. Eigenlijk hoort het detector rail daarboven hoort er ook nog bij.
Maar dit powert ook gewoon, zolang je het wil hebben. Hier laat ik even zien hoe lang het redstone blijft doorgaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 15. Maar als ik nu bijvoorbeeld één blokje naar links of rechts ga, of rechtdoor, dat is een beter iets, dan is die uit. Dat komt puur omdat het niet langer kan. Wat je dan kan doen, beetje onhandige plek, die staan uit. Ik zet hier een repeater tussen, en nu staan ze wel aan. Tot hier gaat dan de volgende 15 redstone signalen doorheen. Oké, dan laat ik hier nog iets zien van de ticks, want dat is nogal erg moeilijk om te begrijpen. Er zijn van die mensen die precies weten hoe dat werkt en zo, maar ik weet alleen dat het dit is en ik kan er niet mee rekenen of zo. Dus ja, hier heb ik iets gemaakt. Creepy. Vier repeaters achter elkaar, dat is dus allemaal op 0. Repeaters allemaal op 0. Dat is dus 1, 2, 3, 4 delay. Dat is eigenlijk logisch, want dat liet ik net ook zien. Hier heb ik hetzelfde, maar dan heb ik hier een repeater, niet met 1 delay, niet met 2, 3, maar wel met 4 delay. Dus als het goed is, zou dit gewoon precies hetzelfde moeten zijn en het geluid ook. Ja. De groene toontjes gaan precies hetzelfde omhoog, dezelfde tijd. Dus dat klopt. Als ik deze naar 1 verander, dan raadt ze ons de beurt. Is logisch. Ja, dat was eigenlijk wel de basis van redstone. De basis. Meer over kan ik niet vertellen van wat het precies voor basis moet zijn. Hier heb ik nog wat dingen hoe je kan bouwen. Dat kan je ook wel zelf. Dit is trouwens een repeater. Dit is ook heel belangrijk in heel veel dingen. Dat draait het signaal om. Dus deurtje weg. Hier staat het aan. Hier staat het uit. Hier staat het erop. Daar is het dan uit. Ik ben niet snel genoemd. Dat is het. Hier weer een repeater. Buttons. Pressure plate. Dat is niet heel erg moeilijk. Wat ik leuk zou vinden is dat heel veel mensen mij kunnen helpen met ideeën geven of zeggen wat ik moet maken of zeggen wat ik niet goed zeg of vragen aan mij hoe wat moet. Ik kan helpen. Ik heb allerlei dingen gemaakt, zoals een mooie enchantment house.